Janneke van Heeswijk speelde blokfluit, maar besloot min of meer op het laatste moment om te gaan drummen. En zo geschiedde. Ze studeerde af op het conservatorium, speelt solo, in verschillende bands en op verschillende instrumenten. Maar behalve uitvoerend muzikant schuilen er nog veel andere talenten in deze gezellige powervrouw. I did not realize the pain you'd feel inside. I could not foresee the truth creeping up on me. Ik was 18, kwam van het Odulfus Lyceum af, VWO afgerond. Ik dacht, wat ga ik nou in godsnaam doen? Want mijn hart lag eigenlijk wel heel erg bij de muziek. Maar tot dan toe had ik eigenlijk voornamelijk blokfluit gespeeld. Dus was het eigenlijk voor de hand liggend dat ik ook blokfluit zou gaan studeren, echt oude muziek. En daarnaast misschien pabo zou doen, zo. Die combi had ik een beetje in mijn hoofd. Dus ik was toen nog niet aan het drummen. Toen ik eenmaal met de pabo was begonnen, wat ik op zich een hele leuke opleiding vond. Maar ik miste wel enorme passie voor muziek, zeg maar, in mijn dagelijkse bezigheden. Toen ging ik drumles nemen en dat ging zo snel. Waarschijnlijk ook doordat ik gewoon al noten kon lezen, al zoveel had gezongen, al had gespeeld en door mijn ervaring. ja, ging dat heel snel. Dus ik werd na 4 maanden drumles inderdaad ongeveer, werd ik toch toegelaten op het conservatorium in de vooropleiding. Dat heb ik een half jaar gedaan en toen zat ik op de hoofdopleiding. Grietje was mijn eerste artiestennaam, zeg maar. Onder die naam bracht ik een album uit. Dat was heel gaaf om dat te doen. Heel veel is met 1 microfoon opgenomen, dus allemaal heel low budget, zeg maar. En het tweede project is Jenny K. Dat is mijn artiestennaam nu, zeg maar. Van Janneke, Jenny K, op zijn Engels uitgesproken. Omdat ik ook wel duidelijk de keuze heb gemaakt om in het Engels te zingen. Bij Grietje stonden ook nog wat Nederlandstalige nummers op het album. En hier, nu, dit is echt gewoon Engels. Punt. Popmuziek, Engels. En dat is duidelijker als je dan ook Jenny K heet en niet Grietje. Ja, dat was verwarrend. Want ik zat veel bij Tros Nederlandse artiesten en zo. Ik dacht, oh, dat klopt niet, want ik zing in het Engels. Dus dat heb ik veranderd. Maar daar heb ik onlangs een tweede album mee uitgebracht. En dat is Out There, wat je daar op het t-shirt ziet. En dat is al wat uitgebreider opgenomen. Dus ook de drums met meerdere microfoons. En ik ben naar een producent gegaan in Amsterdam die het heeft gemixt. Dus ik heb ook Voor de Kunst, via Voor de Kunst heb ik daar ook subsidie voor gekregen. En kon ik het iets groter aanpakken. Dus daar kwam mijn tweede album, zeg maar, Out There. En wat is het nou wat Out There zo bijzonder maakt? Ik denk omdat het een vrouw is die alles heeft geschreven. Ikzelf dus. Dus ja, een vriend van mij heeft het wel eens benoemd. Die zat te luisteren, ook een muzikant. En die zei, ja, dit is gewoon een hele andere energie. Waarom vind je dat zo belangrijk om jezelf ook echt neer te zetten als vrouw in de muziekwereld in plaats van als een muzikant in de muziekwereld? Nou, ik vind dat eigenlijk gewoon een gezond uitgangspunt. Dus dat je een beetje evenwicht hebt tussen mannen en vrouwen. Simpelweg omdat die er ongeveer evenveel zijn op deze aardbol. Dus het liefste zie ik eigenlijk ook gewoon een band met mannen en vrouwen. Sowieso qua stemmen, omdat je dan de lage noten, dat is gewoon heel mooi in harmonie. Dus Kiss and the Girl is zo'n band, 3 vrouwen en 2 mannen. Fleetwood Mac, om er maar 1 te noemen, die hebben hele mooie dingen gedaan. Dus als je diep in mijn hart kijkt, dan denk ik het liefst een combi. Maar omdat er zoveel mannenbands zijn, van alleen maar mannen, denk ik oké, nou dan moeten er ook maar wat meer vrouwenbands komen. Ik ben ook een ondernemend type, dus ik trek nogal vaak de kar. Dus dan, ja, van daaruit zeg maar, bandjes die je leidt of die je opricht.
Maar dus ook ideeën die je hebt van ik zou toch eigenlijk wel een 60s productie gewoon echt een hele goede naar Nederland willen halen. Dus ja, ook een gevoel op die manier kun je natuurlijk ook dingen creëren. En dat is ook wel heel gaaf. Ik wil heel graag nog wel een theaterproductie zelf maken. Misschien wel voor kinderen, maar dat heeft echt nog geen duidelijke vorm of wat dan ook. Dat zit echt gewoon achter in mijn hoofd, want dat lijkt me heel gaaf. En daarnaast denk ik dat ik altijd eigen werk blijf schrijven. En dan weet je maar nooit in wat voor vat je dat giet. Dus of je dan echt een akoestische plaat gaat maken. Het kan echt alle kanten op. Dus dat is ook maar net... Ja, ik laat het ook altijd wel een beetje ontstaan, zeg maar. Van met welke mensen ben je aan het werken en wat, ja, wat is er op dit moment op een of andere manier aan het broeien. En ik heb sinds 2014 en 2016 heb ik ook 2 kinderen. Dus dat zijn mijn 2 laatste producties. En daar, ja, daar heb ik natuurlijk ook heel druk mee. En dat is ook hartstikke mooi en daar wil ik ook heel erg van genieten. Totdat ze naar school gaan, heb je daar natuurlijk ook je handen aan vol.